Hallo, welkom bij Draadje Los. Dit is aflevering 6 van de serie Breien met een breiloem of met een rechte breiloem of met een breiplankje. Hier is die. En vandaag de dubbele zigzagsteek. Die bestaat uit 4 gangen. Het klinkt als een menu, maar ik vind hem ook weer erg leuk. Dit was de enkele zigzagsteek. Dan zie je dat die steekjes een beetje dit doen, hè? Wat een luchtig resultaat geeft. En dit is hem dus dubbel. Oeh, ik blijf haken. En dat geeft dus een dikkere steek, maar evengoed heel luchtig. Kijk maar eens hoe mooi. Ook weer een hele mooie voor sjaals. Ik vind hem haast nog leuker dan die enkele steek. Het is heel volumineus, maar toch heel luchtig en soepel. Ook met dat dikke garen. Ja, dan wordt het natuurlijk wat steviger. Maar ja, ik vind het ook weer een hele leuke steek. Hij wordt wat breder ook weer dan de enkele dubbele steek. Dus ja, ik vind hem weer heel leuk. En ik ga dus even laten zien hoe die gaat. Hij bestaat uit 4 gangen. En wat ik nu zelf het handigst vind, dat heb ik dus bij mijn breiplankje gedaan. Ik heb hier even een elletje erop gezet, zodat ik weet dat ik die kant altijd links heb. Zodat als ik het elletje aan de linkerkant heb zitten en mijn werkdraad zit rechts, dan weet ik dat ik nog iets moet doen, dat ik nog niet klaar ben. Dat is handig, zeker als je een steek gaat doen die uit meer dan 2 gangen bestaat, zoals die we nu gaan maken. Die bestaat uit 4 gangen. Dan kan het handig zijn om dat te doen. Je zou bijvoorbeeld hier een stipje kunnen zetten of iets dat je weet van, oh ja, mijn draad moet altijd aan dezelfde kant zitten. Want dan weet ik zeker dat ik helemaal klaar ben. Nou, ik heb al een stukje gedaan, dus ik heb hier 3 lussen zitten nu. Negeer dat eventjes. Want ik ga natuurlijk alle 4 die gangen voordoen. Kijk, hier zie je al een beginnetje. Ook hier weer, net als de zigzagsteek van vorige week. Je wikkelt in 1 gang meteen alle pennetjes. Dan ga je overhalen, dan wikkel je terug en ga je weer overhalen. Alleen dit doe je nu op een andere manier als bij de enkele steek. En dat ga ik nu voordoen. Ik begin weer met van links naar rechts. En hij moet dus ook, de wikkel moet ook naar rechts wijzen. Nou, hier zit mijn draad. Dit is het eerste pennetje wat ik tegenkom. Daar doe ik hem omheen. En dan ga ik meteen naar de pen die daar recht tegenover zit. En dan ga ik naar de volgende schuine tegenover. En dan weer recht er tegenover. Wel aan de goede kant, als ik zo doe. Zou ik hem overslaan, maar je moet hem meepikken. En zo wikkel ik tot het einde van de toer. Even wat draad pakken. Zo. Zo wikkel ik tot het einde van de toer. Dus ik steek steeds over en ik sla geen pennetjes over. Ik omwikkel ze allemaal. En de wikkels. Die wijzen dus die kant op naar rechts toe. En ik pak de laatste ook mee. Ik leg hem naar achter. En daar waar mijn werkdraad zit, die steek haal ik altijd over. Dat doe ik eerst. Zo. Nu haal ik alleen de voorste rij over. De achterste laat ik dus zitten. Dus ik haal alleen de voorste rij over. En je ziet het al, dit zijn meerdere lussen. Dat zijn er 3. Als je hem vanaf een vorige steek doet, heb je dat nog niet hoor. Dan heb je 1 lus om over te halen. Dus je haalt alleen de voorste rij over. Zo, dat heb ik nu gedaan.
Ik duw het naar beneden. Trek het een beetje aan, zo. Nu ga ik terugwikkelen en dan schuin de andere kant op. Dus naar links wijzend. Pak mijn werkdraad, die wijst van me af. Dus het eerste pennetje aan de overkant wat ik tegenkom, pak ik. En ik steek over en pak hier ook het eerste pennetje. Dan pak ik allebei de tweede pennetjes. Allebei de derde pennetjes. En je ziet nu ook dat de steken nu naar links wijzen. Ik wikkel van rechts naar links. En mijn steken wijzen ook naar links. En de laatste niet vergeten. Daar maar waar mijn werkdraad zit, die lus haal ik het eerste over. Dan kan ik het loslaten. En ik haal opnieuw alleen de voorste rij over. Dus de achterste laat ik zitten. Ik doe alleen de voorste rij overhalen. Zo, nu heb ik 2 gangen gedaan. Nu ga ik gang 3 en 4 doen. Nou, je raadt het misschien al. Dat is weer heen wikkelen. Pak ik weer alle pennetjes. Dus mijn draad wijst van me af. Dus het pennetje wat ik het eerste tegenkom, daar ga ik omheen. En het pennetje rechtover. Pak ik ook mee. Dus beide nummers 1. Dan ga ik om beide nummers 2. Om beide nummers 3. En je ziet dat nu vanzelf mijn wikkel naar rechts wijst. Ja, dus precies omgekeerd als de vorige toer. En dat moet ook. Anders dan gaat hij niet zigzaggen. En vergeet ook de laatste pen niet, niet mee te nemen. Hier zit mijn werkdraad, die hou ik tegen. Die lus waar mijn werkdraad zit, haal ik altijd over. Anders zou de boel loslaten. Dus die haal ik over. Kan ik ook mijn werkdraad loslaten. Nu ga ik alleen de achterste rij overhalen. Dus de voorste laat ik zitten. Ik ga alleen de achterste rij overhalen. En je ziet dan ook, je hebt 4 lussen. 3. Die er al zaten. Hè? Die heb je 2 keer overgeslagen. Je hebt 2 keer alleen de voorste rij overgehaald. Dat betekent dat je dus 2 keer de achterste rij hebt laten zitten. Dat zijn dus die 2 lussen. En er zat nog een lus. Dus dat zijn de 3. En de 4e heb je net gewikkeld. Nu pak ik 3 lussen tegelijk. En die haal ik over. Dus ik pak ze alle 3 tegelijk en ik haal ze over. Ik duw het een beetje naar beneden, zodat het niet over je pennetje heen kan wippen. Dus goed naar beneden duwen, zodat het niet kan blijven hangen, zeg maar, over je pen. Dus ik pak 3 lussen tegelijk. Die haal ik ook in 1 keer over. Ik doe net alsof het 1 lus is. Zo, nou is dit mijn linkerkant, dus die neem ik weer voor me. En nu weet ik dus, mijn werkdraad zit rechts. Dit is mijn linkerkant, dus ik moet nog iets. En dat klopt, ik moet nog terug voor gang nummer 4. Ik duw het eerst aan. Zo, even goed naar beneden duwen. Ik trek er even aan, dan trek je het er een beetje in. Zo, dan heb je weer wat meer ruimte op je pennen. Nou, en dan is het handig om hier iets van een stipje of een elletje of wat dan ook. Want stel, kijk, nu weet ik het, want ik doe het achter elkaar door. En het zijn korte toeren. Nou, ik heb nog wel zoveel geheugenruimte gelukkig, dat ik wel onthoud dat ik de 4e toer nog moet doen. Maar stel je voor, hè, je bent hier en de bel gaat of de telefoon gaat en je zit een 30 minuten te kletsen. Kan het zijn, als je het zo hebt liggen, dat je niet zo goed meer weet van, oh jee, waar ben ik nou gebleven?
kan je altijd tellen, want je hebt hier twee. En daar moet nog een derde bij komen, dus dan weet je dat je nog moet wikkelen. Maar toch, ik vind het makkelijk om hier een markeertje te hebben. Dus ik ga dat, ik ga straks hier eventjes, of hier, even stip op zetten, dat ik altijd deze kant links hou. Goed, gang nummer 4. De werkdraad wijst van me af. Dus ik pak het pennetje van me af, dat is de eerste. Pennetje nummer 1. En ik pak het pennetje nummer 1 ook, die het dichtst bij me ligt. Beide pennetjes 2. Beide pennetjes 3. En nu wijzen de wikkels weer naar links. Ik ga naar links toe. En mijn pennetjes, mijn wikkeltjes, wijzen ook naar links. Vergeet de laatste niet. Die haal ik altijd over. En daar zitten nu 2 lussen. Die pak ik ook allebei tegelijk. Alsof het 1 lus is. Ja, dus daar waar je werkdraad zit, haal je altijd over. Ongeacht of je die toer moet overhalen of niet. Want deze toer moet ik niet overhalen. Alleen deze steek, omdat anders de boel losgaat. Ik ga nog een keer alleen de achterste steken overhalen. En dat is nu maar 1 lusje. Want die vorige gang heb ik er 3 tegelijk overgehaald. Dus er is er nog maar 1 over. En dat is dus de steek. Kijk, en nu heb ik aan de voorkant 3 lussen. Dus dan weet ik dat ik bij de volgende gang de voorste lussen moet overhalen. Dus, wat heb ik nou gedaan? Ik noem het even kort. Dan kan je het eventueel even opschrijven. Je wikkelt heen en je haalt alleen de voorste rij over. Dan wikkel je terug en haal je weer alleen de voorste rij over. Dan wikkel je weer heen. Dan haal je alleen de achterste rij over. Dan wikkel je terug en haal je weer alleen de achterste rij over. En dan met aantekening erbij dat je de lus, het pennetje waar je werkdraad uitkomt, die ene pen haal je altijd over. Of je die kant nou over moet halen of niet, maakt niet uit. De lus waar je werkdraad aan zit, die moet je altijd overhalen. Dus ik doe het nog een keer voor, maar dan iets vlotter. Kijk, je kunt hier zien, dat vind ik zo grappig. Je hebt dus een afwisseling van lange steken met korte. Dat maakt hem heel leuk, vind ik. Ik doe hem nog een keertje snel voor. Ik heb het net langzaam gedaan. Dus, ik ga nu gang 1. Dat is wikkelen van links naar rechts. Ik pak al mijn pennetjes. En de wikkeltjes wijzen ook naar rechts toe. En ik pak de laatste mee. Hier zit mijn werkdraad. Dus die haal ik het eerste over. Daar zitten ook maar 2 lusjes. In plaats van 3, want die had ik al eerder overgehaald. Nu kan ik het loslaten. Ik haal alleen de voorste rij over. En daar waar 3 lussen zitten, doe ik net alsof dat maar 1 lusje is. Dus ik pak ze alle 3 tegelijk op. En ik haal ze ook alsof het 1 steek is, haal ik ze over. Deze had ik als eerste al overgehaald. Even een beetje duw- en trekwerk. Zo. Dat was gang 1. Ja, dus naar rechts wikkelen, alleen de voorste rij overhalen. Nu ga ik terug, dus gang 2. Ga ik terug, van rechts naar links. Vergeet de laatste niet. En ik haal nog een keer alleen de voorste rij over. Daar zit nu toevallig ook mijn werkdraad. Dus
alleen de voorste werkdraad, of de voorste rij overhalen. Dat was gang 2. Even lekker aanduwen. Zo. Gaan we naar gang 3. We wikkelen nu weer van links naar rechts. Even mijn draad wat groter trekken. Mijn bol schiet al aardig op. Stel dat je draad nou bijna op is. Dat ga ik zo wel even vertellen. Laat ik eerst mijn gang maar afmaken, anders wordt het verwarrend. Gang nummer 3. Wijst van me af, dus ik pak het eerste pennetje van me af. Beide pennetjes 1. Beide pennetjes 2. Ik wikkel van links naar rechts. Dus mijn wikkel wijst ook schuin naar rechts. Laatste pen niet vergeten. En daar waar mijn werkdraad zit, die lus haal ik sowieso over. Nu ga ik alleen de achterste rij overhalen. Daar heb ik dus weer 4 lussen zitten. Ik pak de 3 onderste tegelijk op en die doe ik over de bovenste heen. En ik duw het even met mijn haakje goed naar beneden. En omdat ik nu voor het overhalen mijn loemetje heb gedraaid, draai ik hem eerst, voordat ik wat anders doe, eerst weer terug in de positie, zodat ik zeker weet dat ik de goede kant voor me heb. Heb je nou een breiraam, een groot breiraam, want die bestaan ook, dan staat die op tafel en dan draai je dat ding helemaal niet om, hè? Dan haal je zo over. En daar kan je ook voor kiezen bij dit loemetje. Je kan ook zo overhalen, zodat je je loemetje helemaal niet hoeft te draaien. Hè, maar ik vind dat niet handig, dus ik zet liever dan een stipje, zodat ik altijd weet waar ik zit. Dan de laatste gang, gang nummer 4. Hier zit mijn draad, dus dat pen aan de overkant pak ik als eerste. En de eerste pen dichtbij. En ik wikkel terug. Zo. Als je draad ertussen gaat zitten, even wegleggen. Hè? Want ik haal sowieso de... waar mijn werkdraad zit, die lus haal ik in ieder geval over, zodat ik het los kan laten. En ik haal opnieuw alleen de achterste rij over. Ik duw het naar beneden. Ik trek er een beetje aan. Nou, kijk. Ik doe nog even een stukje langer, zodat je goed kan zien ook hoe breed het wordt en hoe het er dan uitziet. Dus, heen, van links naar rechts, alle pennetjes wikkelen en alleen de voorste rij open, overhalen. Terug, alle pennen wikkelen. En weer alleen de voorste rij overhalen. Dan gang 3 is weer heen van links naar rechts wikkelen. Dan haal je alleen de achterste rij over. En terug van rechts naar links wikkelen. Haal je weer alleen de achterste rij over. En daar waar je een rij over moet halen. Maar je werkdraad zit aan de kant die je niet over moet halen, haal je aan die kant wel altijd even de steek waar je draad zit over.
Nou, oh ja, daar zou ik nog iets over zeggen. Stel je draad is op, kan je verschillende dingen doen. Je kan een eindje gewoon eruit laten hangen en opnieuw beginnen met wikkelen met je nieuwe draad. Een breienstuk, dan heb je hier twee draadjes hangen. Die zou je aan elkaar kunnen knopen en in je werk weg kunnen werken. Dat is één manier. Wat je ook kan doen, maar dat raad ik in hoofdzak aan bij breiwerk wat meer in elkaar zit. Bijvoorbeeld bij de dubbele tricotsteek kan dat heel goed, of die basissteek kan dat heel goed. Bij de patentsteek kan dat ook heel goed. Dat je je draadjes aan elkaar knoopt ergens in het midden en dat je zorgt dat je knoopje met je draaduiteindjes hier tussen zit. Als je dan gaat breien, verdwijnt dat tussen je werk. Dat is een nette manier ook om van draad te wisselen. Maar dan moet je dus geen werk hebben met heel veel gaatjes erin of wat heel luchtig is. Want dan kan het zijn dat je zo'n knoopje gaat zien. Of die draaduiteindjes. Dus dat zou ik alleen doen bij de wat vastere steken. Dan kan dat prima. Nou, ik ga nog eventjes een paar toertjes doen. En dan kom ik zo weer even terug om te laten zien hoe het eruit ziet. Dus tot zo. Nou, ik heb nu een flink stukje gedaan. En ondanks dat die steek uit vier gangen bestaat, gaat die best snel. Omdat je wel in elke gang in ieder geval een keertje overhaalt. En ik denk dat ik tot nu toe dit de leukste steek vind. Je ziet dat hij lekker wat breedte heeft. Dus je krijgt dan redelijk met dit kleine loemetje al een vrij brede sjaal. En dan heb je maar 2 keer 12 pennetjes. Dan moet je kijken hoe breed dat wordt. Heel volumineus, dus lekker warm als je een sjaal maakt. En toch soepel en luchtig. Dus lekker warm. Ja, ik vind het eigenlijk wel hip. Dat hele grove, zeg maar. En toch is die heel soepel. Het is absoluut niet plankerig. Een heerlijke steek die best snel gaat voor een lekkere wintersjaal. Ik vind hem heel erg leuk. Het zigzag-effect vind ik bij die dubbele steek ook nog meer dan bij die enkele steek. Ja, ik vind hem echt heel leuk. En je zou ook stroken kunnen maken en aan elkaar kunnen zetten. Of als je deze loem, want ze zitten in sets, hè, de grootste neemt. Nou, dan moet je misschien twee lapjes aan elkaar zetten. Dan heb je een heerlijk babydekentje, bijvoorbeeld. En ik vind de kanten ook heel mooi. Die zijn echt netjes afgewerkt. Die worden ook gelijk. De ene kant wordt niet losser dan de andere kant. Dus ja, ik vind deze steek heel leuk. Nou, ik hoop dat jullie hem net zo leuk vinden als ik. Ja, als je hem gaat doen, dan wens ik je veel succes. En voor nu, bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer bij de volgende steek. Doeg! Thank you.